Goedenavond, we zijn er weer zoals beloofd vanuit Nikeri. En dit keer zitten wij thuis bij de heer Rashik Duki. En mama bedak inokakwa Nikeri da inodoro, meneer Duki. We hebben de hele dag door interviews gedaan, met mensen gesproken. En nu zijn we bij meneer Duki. Meneer Duki, dank u wel voor uw gastvrijheid. We zitten nu bij u. We zijn in uw district, zou je kunnen zeggen. Maar, hoe gaat het met Nikeri? Wel, hoe zal het gaan met Nikeri als Nikeri een onderdeel is van het land? Ja. Gerald, wat jij meemaakt in andere delen van het land, dezelfde beslommeringen, malaise, ontevredenheid, alles wat met een O te maken heeft en begint, ja, heb je ook in Nikeri, zoals elders. Maar, hoe moet het anders? We hebben als kleine jongens op school geleerd, Alibaba o Charlie Store. Dat betekent Alibaba en de 40 rovers. En dus wanneer Alibaba een heel grote roever is, wat denk je dat de 40 kinderen van hem zullen zijn? Ook chores. Ja. En wanneer de leiding, de grote geweldige mensen in dit land, ook een bepaald gedrag vertonen, waarbij, ik had het over een O, het begint al, oneerlijkheid. Ja. Ja. Ongeorganiseerde boel, onbeschoft, on dit, on dat, alles. Alles dat met on te maken heeft. Dan wat denk je dat zijn omgeving zal zijn, de mensen om hem heen? Zijn ze engelen? Echt niet hoor. Zijn dezelfde misleiders en diezelfde chalischoors. Ze gaan niet anders zijn. Na precies van padde. In de natuur is het zo dat scheringen in slag is met af en toe wat uitzonderingen. Men schreeuwt hoe geweldig het land is. Men schreeuwt hoeveel dingen wij hebben. Natuurlijke hulpbronnen, hout, goud, water, noem maar op, bauxiet. Maar loekoe PUD. En het ergste is dat wij nog steeds te maken hebben met dat ding van Blakamang en Akuli. Ook in Nikeri? Ook in Nikeri. Ik heb een interview van jou gevallen onder de markt. Ja. De dingen worden gevoed. Het leeft. En je kan het niet bagatelliseren. Asande niet de man Ede, niet de man Sking, niet de man Firi. Ja, ja. En wij gaan als volwassenen, hoe dan ook, we hebben het gewild, ik ook misschien niet, maar door samenloop van omstandigheden en toevalligheden, Gerald, bekleed je op een gegeven ogenblik een maatschappelijke positie. Dat houdt in dat jij ook een bijdrage moet gaan leveren, samen met anderen, om te komen tot een prettige, ik zeg niet prettiger, een prettige Surinamer. Want wanneer en waar je ook gaat, if nou een trouw of zo, een verjaar of zo, een dede of zo, of een kerkie, of tapuku, overal waar je gaat, hoor je alleen ontevreden klanken. Ja, bijna kan je zeggen wanklanken. Soms was het zo dat als aan EBBG irriteren, ik kan aan dit probleem, maar de laatste tijd ben ik erover gaan nadenken, Gerald. En ik ga je zeggen, ik neem die mensen niet kwalijk. Me stop, me arki. Al kan ik niet direct een oplossing voor ze brengen. Me drink een gras wat ranga ding, me zdong, me die de man schouderklopje, ik hoor uw schrift. Ja, hopende, denkende, biddende, dat er betere momenten zullen aanbreken in dit land voor deze mensen ook. Oké, meneer Duki.
Er zijn een aantal zaken waarover ik met u wil praten, aangaande Nikeri. Laten we beginnen bij de brug over de Corantijnrivier. Komt die nog? Heeft u wat informatie daarover? Laat mij beginnen. Ik heb enkele maanden terug de minister van OW Riyad van repliek gediend met betrekking tot de brug van de Corantijn, mm-hmm, waar hij een paar dingen heeft gezegd, heb ik alleen gezegd, deze man is een leeg hoofd. Amachamga rechter. En die rechter heeft gezegd, een rechter vonnis me. Maar wat de rechter wel heeft nagelaten, heeft mij, het volk en de omgeving wel niet gezegd wat in zijn hoofd aanwezig is. Dat deno taki. In ieder geval is het niet leeg. In ieder geval, het is niet leeg, maar waarmee zit het vol? Zijn het hersenen? Iemand moet het me zeggen. Maar wat zou dan zijn gebeurd als ik had gezegd dat er scheid erin zit? Dan rechter moest zeggen, Chamigo hanga of Jim Levenslang. Ik ben voorzichtig geweest met dat ik leeg in het midden gelaten wat erin is. Wordt je aangevonden. En met Taigamang, toen, met zo'n minister, zo'n approach, zo'n attitude, zo'n denken, bouw je geen brug. Geen enkele brug. En nou, bijna is die brug komt niet, maar ik zit wel met mijn vonnis. Liever had die rechter gewacht totdat hij geen minister meer was, om te zien of die brug wel gekomen is of niet. Maar je wordt al gevonnis. Je tikt die slag. Maar om jouw vraag te beantwoorden. Ja, ik zie anderhalf jaar naar de verkiezingen. Ik zie. Ik wil niet somber doen, omdat ik wel voor ben dat een brug komt. Okay. Ik ben eens. Ja? Maar de schijnbewegingen die zie. Het systeem van deze minister. Maar toen al had ik gezegd, geen geloof. Deze minister heeft gepresteerd. Daar waar je nog problemen mee hebben met Tigri, ons grondgebied, dat probleem, Gerald, is nog niet opgelost. Maar dan laat je nu een collega-minister uit Guyana komen om een Guyanese vlag te planten op ons grondgebied daar op Zuid-Drien bij de veerverbinding. Asiki, of alau jelau. Dan zeg ik werkelijk, want Sande niet aan mijn ideeën. Ik was fout toen ik zei dat het leeg was. Maar alles behalve goed. Ja. Maar in ieder geval, ik zie het niet, omdat de president in een interview zegt, de plaatsbepaling is er nog niet waar de brug gaat komen. Gaan we het op Zuid-Drien zetten of gaan we het brengen richting Apura, Oriala, daar, ontsluiting, noem maar op. En de president en ik hebben hierover gesproken. Ja. Ja? En mij mijn mening gevraagd. Ik weet niet of ik moet zeggen advies, maar mijn mening gevraagd. En hebben gezegd, president, dan heb je 66 kilometer ontsloten. Landbouw, veeteelt, toerisme. En dan heb je de brug bij voor de helft van het geld. De minister komt in hetzelfde programma, nieuws, het was nieuws. En zegt over 2 weken beginnen we met de bouw. Dat was 2-3 jaren terug hoor. Dus de president zegt, we zoeken pressie, Pabrokio Kong. Dus apa etaki, we zoeken a bruid ete. Ja. Ja, trouw. Maar dat, a zoon etaki, nee, trouw ik je ook trouw. Dus
Ik begrijp het niet. Wat ik ook niet begrijp, dezezelfde president komt en reikt wat papieren, grondpapieren, aan enkele boeren die groenten moeten gaan planten. Groenteboeren. En weet je wat de president zegt? Wij doen dit, omdat het moeilijk gaat met de rijstsector. Nu hebben we waterproblemen, we gaan minder planten. Dus hoe compenseer? Op zich geen enkel probleem. Ik sta ook erachter. Maar de president ons niet zegt, wat doe je met al die groenten? Ja. Wat doe je ermee? Je stuurt al deze arme mensen de blubber in. Maar nu komt het verhaal wat ik wil zeggen. Op hetzelfde feestje, zelfde microfoon, katheder, publiek, komt minister Soudin en zegt, wij gaan 8000 hectare meer inzaaien. Dus de president in die groep, voeg op aan groen toe, want en hij takt een paddy probleem, je noemt maar prani. En dan komt een van zijn padvindertjes, ja, en zeggen, we gaan 8000, in zie er is geen samenhang. Yes, ze zitten daar, ze luisteren ook niet wanneer iemand praat. Wanneer je gaat praten, luister wat de andere mensen hebben gezegd. Ja. Dan je goed takkie. Dus het is alom maar misleiding en misleiding. Jouw vraag beantwoorden. Zolang deze mensen er zijn, kan je die brug vergeten. Geloof me, vergeet die brug. En die haven? Het jaar alleen ik heb gesproken. Een jaar in november, het was oktober vorig jaar, toen zei ik, het is een scam. Ja. Nomme fromme man, misleider. Ik heb met een paar regeringsmensen gesproken, meneer Talea, Ronald, ik heb ook met jou gesproken. Ik heb met toppers van de ABOP gesproken, met Agulukuboom. Maar die de Maier heeft 5,4 miljard dollar, die verdwaald naar de Amerikaan, heeft een nak 1 miljard poeru. Boom. Boom. Ja. Een net een miljoen miljard. Ja. Dat boom. Dus dan heb je Arkidoki Moro, want mee sabi den kaiman sang de baka project. De man komt, het ging om die 1500 hectare, de kies door naka grong. Is het niet dom? Hoe ga jij in godsnaam, Gerald, in een bijzonder beheersgebied, Pigipang, toerisme, ja, broedplaatsen van vis, gevogelte, noem maar op. Je geeft een piece prime land weg, 1500 hectare, met al die kampen van lodges van al die tour operators. Ja. Jelau. Biggie opening 22 november 2023. Ja. En wie is Jandri? Voor het eerst met je Biggie Boksu Poku. Oh, Jezus. En van rekenen pai of een pai. Mino sabi. Nooit moro is je wansan. De man met poto aan toe licht neti. Nu, iemand lees goed op. New future, dit dat. De licht stref niet moro. Klaar. Wat gebeurt in dit land? Is er ook geen coördinatie? De ene kant zeggen, je gaat een brug maken. En op 20 kilometer verder wil je een zeehaven maken. Maar 280 kilometer verder, komen wijnen, maak je daar ook een zeehaven? Wat doe je met een zeehaven in Nikeri? Als het toeristisch is, om een feestje te houden. En van trouwde, dan bruid en bruidegom na het huwelijk kan komen met een foto, 100%. Maar welke gek gaat een container daar brengen? Container met wat en waarvoor? En al heb je die container gebracht, waar gaat de container? Wat zit in die container? Ja? Moet direct in Paramaribo. Maar dan brengt die boot direct daar. Want die boot gaat daar naartoe, sneller en goedkoper. En wat ga je van hieruit exporteren? Wat? Een zeehaven maken voor 10 container reis? Hey.
als je de geografische ligging bekijkt, hoe de rivieren stromen vanuit Brazilië, Noord-Brazilië, ja, Georgetown, Atlantische Oceaan, Gomit, haven van Paramaribo, terwijl men een haven van $34 miljoen nu daar maakt, ik denk Kuldip Singh of welk bedrijf, dat die samen dat in een haven. Dus is er een plan in het land? Is er een coördinatie? Weet men wat men doet? Ja? Dus Jarl, Brug, nada, niente, nooit met deze flitssoldaten. Echt. Hoe zit het met de Wakai-pompen? Nou, ik heb begrepen dat deze pompen... zijn twee toch? Vier. Vier zijn er. Van de vier heb ik begrepen dat drie nu operationeel zijn. En ik ben blij voor de boeren en de mensen. Maar is het niet te laat? Want meer in december ja, is dat niet. Je hebt een heel goede opmerking gemaakt. Laat me het goed zeggen, ik hoop dat men het begrijpt. Water pomp je niet wanneer je het nodig hebt. Water pomp je wanneer je het niet nodig hebt. Michel ook niet aan je, we zullen het allemaal maken. Ja, dus leg me uit. Ja? Water pomp je niet wanneer je nodig hebt. Water pomp je wanneer het niet nodig is. Dat is de opzet. Ik ben DC geweest van dit district. Ik wist het ook niet. En ik heb met de ingenieurs gesproken. Mm-hmm. Ik heb de documenten een beetje doorgenomen. Er is een nannybekken daar. Miljoenen liter water, hectoliter kan je zeggen, kan je daar herbergen om te rijpen. Dus het water pomp je in het nannybekken. En daar gaat dat water een rijpingsproces hebben. Ja. Omdat het water van de quarantaine geen akkerwater is, is niet... Hoe zal ik zeggen? Voedzaam. Heeft niets, want de quarantaine zit vol grind en zand. Dus anaba pagasi, anaba power. Anaba bonanza nisi. Dat wat rij poordapje. Dat amandikba, dat pompoekeba. Dus je hebt het gepompt toen je het niet nodig had. Hmm. En wanneer je het nu nodig hebt, dan maak je de kleppen van de nanny open. Ja. Dan heb je het water. Maar wat men wil doen, men werkt nu als Chancro. Is dat zo'n Chancro? Nee. Chancro, nou een TIFORU. Maar niet keer maar een Chancro. Een Chancro bouwt huizen of zijn nest wanneer het begint te motten. Dat is mijn longobouw. Zo, de man is er ook. Taweerboom, alazanboom, dat doen we niet. Begrijp je? En dan gebruik je het water en de man kan goed. Prani. Daarnaast moeten we ook rekening houden met de heren daarboven. Die man weet wat hij doet. Ja. Een grote droge tijd. Naar Rocco van Mang. Die man zal zijn reden hebben om te zeggen, die kermang zijn pranalisi. Hoe gebruik als ik simundis? Zet een grong, kring een gotro, kring een jaga-jaga. Want jullie hebben een paar maanden terug geklaagd over rattenplaag. Ja. Maar mile gado, milo bunu die kermang. Mij want ook een boer, met tapaling, weinig water, een tikkie, u verdient genoeg, een hele bilang hou je verdient, kaba. Ja? Trauma voer, trauma minder, maar je verdient, de winst wordt minder, verlies niet. U gaat zet een tori. Dat u zet een bada met lus wakai vloek te konji. Maar men wil niet goed, kakoet. De mama praan, de mama praan. Ja, dan zegt men, maar even man no praan. Van Maulibi, Gerald, ik leef in Nikeri. Alle mensen zijn Pran Grong. Of de man onderwijzer, taxichauffeur, abi bigi winkri, abi bigi dis, 5, 6, 7 beroepen. Op enkele na. Dus noem ik Maurias Potu. Ja? If one reisboer, Mickey, hè? Jimmy Ning adres met Jari Golukusan sa abi. En hij heeft gewerkt, hij mag het hebben. Mm-hmm. Dat is goed. Tuurlijk. Het is goed. Maar. Waarom kunnen maar zegt u met andere dat rijstboeren niet pinaren in Nikeri? Nee, rijstboeren pinaren. Ze pinaren niet? Nou, man.
geen enkel, niet eens Aringsboeren. Nou, waarom aan die Nikeri Nepina? Ja, dit heb ik in de DNA gezegd. Ja, ik heb het een keertje gezegd. Verlangen naar meer is geen armoede. Mm-mm. Is hebzucht. En meneer Samson, Cedric, bij ons dat geen zulik van takkie, maar we begrijpen, boe, dat wordt er gewoon heel traag aan. Dat is maar bevaar in. Armoede nu deze. Armoede, de. Maar het is een relatief begrip. Wanneer jij op een fiets rijdt en jouw buurman in een Mercedes-Benz, is dat armoede? Mm-hmm. Armoede is wanneer je weken en maanden niet een brood hebt kunnen aanraken. Je pina. Ik heb nou nooit gehoord dat we niet keer maar dit omdat angry kering. Ja. Zal wel minder een keertje een portie zijn op tien. Maar niet keer in laai. Alla gotro, affici, overal. De maar singa foto, je kan prani, je kweki. Niet keer in bekend als doksa, sanso. Maar je man, ze doen niet. En if de man ze niet doen, die pina, dan zeg ik, moeten we niet erover praten. Hoe reageert u op de mensen van de markt vandaag? Onder de markt. Nou, wat men moet doen, kijk. Wanneer zij in het verleden om 10 uur waren uitverkocht en nu pas om 12 uur wat hebben verkocht, kwijtgeraakt, dan neemt men dat als anego boom. Ja. Maar je hebt vele mensen die vanaf COVID en nu, met de problemen binnen deze regering, economisch beleid, noem maar op, koers en zo, is men ook een beetje gaan planten. Want wanneer het niet goed gaat onder de markt, dan laten ze zelf gekeken naar ons. Deze mensen hebben hier gedurfd om 4 pepers voor 200 te gaan verkopen. De pers en ja volk. Wat gaat het volk doen? De mag ik op de Egypte prebono. De mag ik op de Egypte komkomro. De mag ik dit. Er is toch een boze 400, 500, 600 vraag je om voor een watermeloen. Ja, ja. Ik kon het eerlijk. Zij moeten gaan letten op hun prijs. Maak een klein beetje winst. Verlies moet je niet leiden. Je mag niet leiden. Maar ga wat doen, want de tijden veranderen. Je zit daar en je klaagt en je klaagt. Waar je 1000 verdiende, verdien. Luister, in mijn dag verlies verdien je nu 500. Maar het is verdiend. Ja. If je bent lassie, dan heer Trassan, daar moeten we wel naar gaan kijken. En deze mensen begeleiden en helpen. Maar die koopkracht is gaan verminderen. Tuurlijk. Wanneer mensen niet meer echt gaan kopen in de wereld. Ik heb je gezegd. Laat ze wat doen aan hun prijzen. Minder, droppen dus? Tuurlijk. Zij overdrijven. Laat mij een voorbeeld geven. Kan je nu gaan wijzen. Ik heb 1 antroeplant. Ik heb 1 boulanger. Trouwens, ik heb alle groentesoorten. Hier, op mijn erf. Dan laten we die antroen. Ik heb al 3 jaren. 1 boom. Mijn oogst en mijn lauw geven aan buren, peper, vrum. Hoe komt het? Omdat deze mensen van de markt het zelf hebben gezocht. Mijn ik bij antroen, maar dat is mijn Franse revie. Want ik wilde echt niet, ja, 10 gulden betalen voor 1 antroen. Maar ik zeg je, de man is oké. Srivie. Die prijzen zijn te duur. Ze willen te snel een hoge winst maken. En dat is hun nekslag. Verkoop 10 bosje kousenband voor 5 gulden. Maar je pina, je wan serie 30 gulden. Dat is een serie. En de koopkracht gaat afnemen, want de normale bevolking, het volk, kan niet betalen 30 en 40 SRD voor een kousenband aan mano buying. Terwijl if isering minder, dan je met one sand aan mij buy toe. Ja. Dat is die wisselwerking. Dat is de wisselwerking. En ik wil afmaken dat ding van die antroa. Mm-hmm.
Het heeft maar 1,50 gekost, een plantje, met potting, en het begint een beetje water. Kama kiesie, en afloek, en niet eens moro. Ei, groma raak. Mi gado. Toch weer 3 jaar lang het houden op 10 gulden. Jo, serra samen gewoon toch? En dan maak je elke dag winst. Ja. Want ik kleur van bonkeba. Ja, ja. En dat zijn de dingen, maar het gaat om begeleiding, prijscontrole, wie, wat, waar. En daarnaast is het zo, je komt niet aan hun sociale en handelsrechten. Namang, ik wou een serie 100 gulden, want tomatie laat je verkopen, scoopen. Dat is vrije marktwerking. Maar als men niet koopt, nou klagen. Ja. Politiek. Nikeri. Vast maar mag ik een glas water? Hm? Dus direct, je wat water hier in politiek? Nou, moet ik voor ook, maar ik kom beëindig. Maar politiek, Nikeri. Ja. Ik was een keertje, die laatste keer toen ik hier was, ben ik kwam berekenen dat als we die zetels zouden moeten verdelen in Nikeri, je bent me kwam verdelen, je bent die precies. Mm-hmm. Nu met, met het nieuwe kiesstelsel, kan je 3 zetels mogen naar Nikeri, weet ik veel. Hoe zit die verdeling? Nanga van Akondri Draai. Moet ik eerlijk zeggen? Alsjeblieft, ik wil een eerlijk antwoord van u hebben. Ook in de politiek geldt en telt de natuurwet. De sterkste en de grootste, die zullen altijd winnen. Ja. Hou die wet vast. Wie zullen de grootste zijn? NDP, VHP, ABOP. Let niet op de volgorde hoor. Ja, ja. Meer smaken zijn er niet. Het is Robin Hood, Transvaal, Leo Victor. In voetbaltermen. Ja, in voetbaltermen, ja. Ja. Al droppen zij met enkele zetels, zijn dan kleiner geworden. Maar ze blijven wel de grote. Ja, ja. Je ziet toch niet Doe met 12 zetels en A20 met 15 zetel. Nee. En de grootste combinatie, of de combinatie met de meeste zetels, die gaan in de pap brokkelen. En ik zeg, het kan zo blijven. En laatst zijn die uitspraken ook gedaan. Onder andere door meneer Ronnie Brunswijk. Hij voelt zich goed bij de VHP. Ja. We gaan samen, we gaan door, als hij go boom. Dat is 1 gegeven. Dus de kans is groot dat deze 2 weer komen. En dat bepaalt het volk. En ik heb eerder in jouw programma vanavond over het etnisch gebeuren in het land gesproken. Geloof me, ik zie, en jij hebt hier een paar mensen geïnterviewd, ja, in Nikeri vanochtend. Ik heb het gezien op YouTube. En ze hebben geklaagd hoe slecht het gaat. Ja. Maar ga en bekijk de beelden op Poyari VHP. Hey, 14 of 15 januari moest dat zijn. Dicht bij de jaardag van de VHP. Zijn min of meer dezelfde mensen die al sprongen met VHP-vlaggen. Maar ze geven ook aan tijdens het interview dat ze gewerkt hebben voor de VHP. Ja, en ze gaan weer werken. Voor de VHP. Want nu is er een andere tendens. Ja. Die Hindustan. Santoki, de andere bevolkingsgroepen, de leiders, Blagaman, Snisi, Jampani, maar op. Mm-hmm. Weet je wat ze denken? Ze zeggen allemaal 1 potnak. Allemaal vervoer. Maar ja, daarmee Jimmy, Gimank. Dan gaan ze weer op de VIP stemmen. Tuurlijk. Maar dat is mami moegi. Daarmee Jimmy, man. Dus van de smiley geert dat hij nooit meer, hij moet nooit meer hier komen. Ach, dat
de verhaal dat meer. Hè. Dan moest je me de vraag stellen, hoe was olifant dan op Oyari? Er was geen plaats daar met bos op. Was het lucht, waren het mieren, waren het kakkerlakken? En het kiesstelsel gaat voor veel, veel problemen zorgen. Ja. Afbrokkelen, kapot maken van vele, vele partijen. Ja. Omdat, hoe ga je als partij je lijst in elkaar zetten? Hoe? Nou, voor weet nog. Ik ben NDP'er. NDP heeft nu 16 zetels, dus je gaat die basis gebruiken. Ja. Hoe ga je het verdelen? Paramaribo krijgt nu 22 zetels. Ja. Wanica, hoeveel? In plaats van 7, 11 of 12. 12. Als je dan in Paramaribo van de 16, zeg 7, 8 plaatsen invult. Wanica, 12, geef ze 5, 8 naar 13 kaba. 3 verkiesbare plaatsen blijven over. Kijk, Marowena, Para, Komowena, Sipaluwini, Saramaka, Koroni of Nikeri. Je krijgt wel 3 zetels in die 51. Ja. Maar na 16, na Bachau Imogopani. Krofaya Imogoprani. En wie ga je zetten? Dan ben ik niet klaar. Wie ga je zetten in Nikeri? Als je hem 1 verkiesbare plaats geeft, zeg binnen die 16. Ga je de Hindoestaan zetten, maar dan heb je een probleem met moslim-Hindoe. Maar dan ga je die 2 zetten toch? 1 en 2? Nee, binnen. Ja, hier dan. Of mijn potjoen in Nikeri of dat paleis op 49ste plaats. Zo'n oude maar iets op. Maar kan je die campagne niet zodanig voeren dat één stemt op maar? Mensen van Nikeri, stemmen jullie op de nummer 49 bijvoorbeeld? Nee, dan hoef je niemand meer te zetten. Dan zeg ik, dat kiesstelsel no boom. Dan zet je alleen 10 mensen de leider. Net als in Amerika, Guyana, daar je potwamang. Wie is lijsttrekker van de NDP? Ik zeg, mijn hoor, ik zeg voorbeeld, Yanni Simons. Ja. Dan laat heel land die van NDP houdt, kiezen voor Yanni Simons. En dan vloeien die zakken naar beneden. Dan zien we wel wie de meeste stemmen heeft, gaat in het parlement. Klaar, punt uit. Maar je moet die kiesdelen halen. Maar als een vechter begint toch, je put meneer A, verkiesbaar, binnen de 16, en je zet meneer B op de 30ste plaats. Dan Maubari, stemnam tapu, stemnam. Jij zou toch gek zijn, jij bent kandidaat. Je taiga man, stemnam tapu, stemtapa man. Werkt ook niet. Het gaat moeilijk zijn, hè? Het gaat moeilijk zijn, maar jouw vraag beantwoorden. De combinaties die overblijven. VHP, ABOP. Of VHP-NDP, of NDP-ABOP. Met, want op tientje vertje van met 1 zetel en 2 zetels, die na de regering is ingezworen, geen betekenis meer zullen hebben. De man Oluku de man, heer Viviari, de man kan gewoon lai watrani baskita, not not if do. Zo gaat het zijn. Maar in die Keri zelf. Ja. En Ikeri zelf, wie is nu, als er verkiezingen gehouden zouden worden vandaag? Sumabo Tranga. Sumabo Tnap Moro Tranga. Dat wil ik weten, want die grote boys, NDP, ABOP, want geloof nou, me... Nou, het gaat in hier in Ikeri tussen de VHP, ik noem VHP als eerste, ja. En ABOP. Sorry hoor, en NDP. VHP, NDP. Mm-hmm. ABOP. Heeft niet zozeer te brokkelen hier. Okay. Misschien als er een herleving komt in die PL, dan kunnen ze een combinatie ja, misschien ja.
iets hier los te rukken. Maar de ontwikkelingsdrempel bij onze Javaanse broeders en zusters, die ligt anders. Sommo kan zijn bami niet meer zo goedkoop voor ze verkopen hoor. Mm-hmm. De mannen lukken niet eens gratis op de Nouani. En dat moeten ze ook gaan beseffen. Ik zie heel weinig Javanen die zeggen, hey, mogama. En ze hebben hem één keer al laten vallen. Ja. De Nouani not van man. En hij doet het slecht. Zijn regering doet het slecht. Welke motivatie zal er zijn? Dus het blijft tussen de VIP en de ABOP. Wat zeg? Het blijft tussen de VIP, sorry, de VIP en de NDP. Ja, in Nikeri, denk ik. Ja. In Nikeri, denk ik. En wie zal de lead hebben, denkt u? Ik denk de VIP. De VIP zal de lead blijven je houden. Je moet eerlijk zijn. Het is een Hindoestaans district. VIP is hier geboren. Is een etnische partij. Mm-hmm. Met een zwaar Hindoestaans cultuur, religie en achtergrond. En dat zal het zijn. Daar zal het zijn. Alhoewel ik in 2010 zo een lesje heb geleerd, mm-hmm. maar dat waren andere technieken, et cetera, die ik had gecreëerd ja. om dan de NDP 3 zetels te bezorgen. Ja, ja. Dus we zien het. We zien wel. We kijken het. Ja. Maar ik ben ook Nikeriaan. Mensen in de stad maken vaak de opmerking. Die vraag heb ik ook vanochtend gesteld. Hè. De president is vaak hier. Heel vaak ook. Bijna alle mooie coalitie agersi. Wat komt hij doen? Wel, je moet weten. Dat maar als die mensen zo klagen van er gebeurt niets in Nikeri, zou maar ik het doen. Je moet één ding weten. Hij heeft zijn eigen kijk op de politiek als president. En ik kan zeggen, heel fout. Het kan hem, ja, wat gaan kosten. Hij gaat een lesje hiervan uit leren. Hij weet in zijn achterhoofd dat hij 4 zetels hier heeft gehaald. Ja. En hij weet ook dat hij eigenlijk niets voor Nikeri heeft betekend, ondanks het feit dat hij die 4 zetels heeft gehaald. En van tijd tot tijd krijgt hij wat gevoelens, zuurte in zijn maag, op zijn tonglippen en in zijn verstand. Van Congo Sor, Mifesi even. Dat was het systeem van Lachman geweest. Lachman voelde zich groot en machtig in Nikeri. En hij zei het ook, wat moet ik naar Nikeri gaan doen? Al zet ik een ezel daar, ze stemmen toch op. Ja. Ik denk dat hij zo denkt. Hij komt hier. Hij gaat onder onsje doen. Mensen dit beloven, mensen dat beloven. Hij is geen staatsman, hij is geen leider. Hij is geen president. Hij komt met kleine tjeffe onder osso dingen, een geldje daar, een perceeltje daar, een commissie daar. Mensen benoemen dit en mensen benoemen daar. Ik heb in een interview van meneer Hanuman en meneer Nagiswar niet de vraag horen stellen over de presidentiële commissie daar. Met alleen VHP'ers. Ook hier in Nikeri? Op ROGB, ja. ROGB in Nikeri? Ja. Waarbij zelf in een commissie een jonge dame zit. Niet eens de voorzitter is. Maar een auto mag hebben. Terwijl ze stelen de man, of vriend of wie, is bekend als een grote roever in de district. Of het geen drugs is, is stelen, onderwereld, frommel. Net Juru zo de man voor Juru, maar wat is er prassie? Terwijl die dame met de auto in de stad, des weekend zogenaamd, Harkiboe, een dame rijdt alleen naar de stad, bijna elk weekend, wanneer alle kantoren gesloten zijn. Dus niet de voorzitter van de commissie of een deel van de commissie. Tank bij OE. Ja? Rijdt naar de stad om
in het weekend, wanneer alle kantoren gesloten zijn, gaan vergaderen. Werkzaamheden te doen. Begrijp je waarom deze persoon in de commissie zit? Daar. Het wordt serieus scheren en slag over waar je gaat voor het in Nigeria. Dat is een rotzooi. Ik ga je zeggen, Darrell, nadat ik naar jouw interview heb geluisterd, toen ik luisterde, nou voor het eerst spijt me dat ik me doe met jouw ontwikkeling in Nigeria. Dat naar ROGB-kantoor toen, naar Mimiking. Alles wat je daar binnen ziet, aan tafel, stoelen, meubilair, computer, you mention it, heeft deze zak betaald. Niet Lanti. Niet de staat. Niet de staat, niemand. Ik zeg wanneer ik dingen beloof, die Milo Soul, de Westelijke Polder, naar Sakadis. Niet de staat. Niet de staat. De staat is niet eens dat een Milo Soul gebouwd werd. Toen het af was, heb ik meneer Adin laten komen. Hij was toen minister om het te openen. Milo, Hinar heb ik ook gebouwd. En nu tjeffe, regofilm ding. Met wasbak, spiegel, stromend water, overal mooier, betekende toiletten. Compleet. Mimiking. Gliskantoor heb ik hier gebracht. Petronella, ziekenhuis Wageningen, dankzij mij staat het daar. Theo Rijdalek Jabra, residence in Aplein, binnen mijn hoor circus. Ja. Abra commissariaat. Nami, ik praat vandaag erover. Biggie Pankagde, maar ik go dape. Wie heeft het in orde gemaakt? En ik ga niet verder naar andere dingen. Ja? Die ik voor de komst van de NDP al hier deed. Dan praat ik over VWO, Lyceum, Sporthal, Brug van Hinar. Die dingen zijn niet uit mijn zak gegaan. Maar de pater intellectualis ben ik geweest. Ja, ja, ja. Ik ben gaan praten met meneer Boutersen in het logeergebouw. Ik kan de mensen nog noemen die daar waren. Ik heb die man uitgelegd aan mijn begin. En vandaar mi ondersteun aan Riffo. Mi ondersteun aan man. Vandaar dat ik bij de wieg heb gestaan van de NDP. Een van de beste partijen ooit in Suriname tot nu toe. Maar een paar tjeffe mensen die het niet kunnen inzien en begrijpen. Dat hou die partij puur. Doe dingen niet voor jezelf. Gebruik die partij niet als springplank om modo boy te spelen of modo missie te spelen. Lieber standaard, met een partij go in je gang. Probeer inhoud aan jezelf te geven, niet gebruik maken van de partij. Maar als je dat niet kan, dan gaat het de partij veel kosten. Dus nogmaals, met Aki. Maar nee, maar heb je Arkiu? Je snapt een fundament voor de ontwikkeling in Nigeria. Want if je van vijf kari naar eigenlijk naar de fundament. Nou, als kari heeft met Jami. Naar fundament, dat ja, ja, ja. Maar jij mag ook weten, vanwege al deze prestaties, Gerald. Ben ik, en dat heb ik ook in Nigeria geïntroduceerd, dat een ambassadeur hier is beëdigd. Mevrouw Isha Korban. Dat is mijn werk geweest. Ja, dat het hier. Ik heb ervoor gezorgd dat onafhankelijkheidsviering buiten Paramaribo begon. Om gehouden te worden. Nigeria was eerste. Ja. Ja. En deze beslissing heb ik genomen samen met de president toen op Matoe-eiland met oom Henk Herrenberg, et cetera. Toen dat ding van het standbeeld van Jagannath Lakshman Weiland speelde. Toen kwam ik een idee, iedereen vond het geweldig, vrum. En dan ga je zeggen, ik ben ook dankbaar. Het is niet ongezien voorbij gegaan dat ik dan op die avond ook ben, hoe zal ik gedecoreerd geworden door de staat Suriname in de, als commandeur in de orde van de Palm. Commandeur, een van de hoogste. Dus hoe zijn toe? En ik heb de wereld laten zien dat je niet
moet blijven schreeuwen en janken en bedelen om geld, om ontwikkeling te doen. Idape soor afvallen. Ja. Ja. Heel Nigeria weet dat ze me nog nooit in een dienstwagen hebben gezien. Niet toen, niet nu, niet in de toekomst. Ik wist niet eens of de DC van toen Rashid Doekie een dienstwagen had. Ik rijd niet meer in die auto, want toen ik DC was, dat meer ook om aan, want langer ben je niet de auto van de DC. Niet ben je niet bij Gizan. Kom op. Ja, ik ben Abisa Nikba. Vraag bij OE of ooit deze DC 1 centiliter heeft getankt. Nooit. Nou, maar nog kort hij was aan dat. Ja? Ik was niet daar, ik was natuurlijk eens werker. Mijn naam had ten voer aan Biggie, geweldig pet aan ampoulet aan de witsan. Ik zal misschien de mij weer teen. Ik bedoel, ik weet het in ieder geval. Kabaan, grap man. Ik had wel bij Missie Vlaggen Parade onafhankelijkheid. Ja. Dan ben ik weer voor een kwartier. Bagadat, eruit. Ik ga naar mijn kantoor, ik weer mijn t-shirt jack. Allemaal sap ik met dat kantoor aan gewoon normaal kruis en rokko bij het voedoen. Ja, ja, ja. En daar moeten we terug. Daar moeten we terug. Nu hoor ik, DC met 4-5 lijfwachten, volgwagen, mama is showtas. Hé, mijn god, mijn Jezus. Is toch erg? En word ik ook een moro voor ook aan de? Dat zou ik ook niet doen. Ooit is hier de... Ja, dat kan nog toch zijn, zei ik, zei er. Maar ADC de in Nikeri nou? ADC? Of ADC naar Nikeri? Oh, vandaag? Ik heb de hele dag geprobeerd te bellen. Niet dat ik het weet, maar als het goed functioneert, dan dien jij toch teruggebeld te worden met een behoorlijke boodschap. Niets. Van sorry, de DC kan niet, maar kunt u morgen om 10:00 komen? We hebben niets kunnen vernemen tot nu toe. Ja. Heer Demi probeert bel. Misschien moeten we teruggaan in mijn tijd, want DC camera staan op Asro toch. Wie komt? Ja, ja, was gewoon. 5 minuten. Ai. Ik wil 5 minuten. Dan ben je bezig om je aan te komen naar bezwaar. Zo. Assassin bego. Meneer Doekie, we moeten afronden. Ja. Maar in heel mijn app, want ik wil niet die richting opgaan hoor. Want ik zie die dingen wel. Maar alles mijn actie. Actie, meneer Doekie, zo maar naar meneer Bana. Alles mijn actie ja in het chat. Waarom sorry, Kalukus Revi. Ik wil het niet. Maar zo maar naar Bana. Ik ken een Bana. Ik ken een Bana. Hier in Nikeri. Ja, maar een keer man, hij woonde naast Hassan Raja. Bana ben een top NDP'er. Rechterhand van meneer Welen Sule Hassan Raja, was ook assemblyer. Buurman. Bana en pa grokom. Paradijs, Pemi geboren. 5 huizen verder. Bij een familie. Bana heb ik wel lang niet gezien. Maar Bana ken me, ik ken Bana. Maar wat, waarom? Nou, de naam van Bana wordt genoemd in die Tory van Pan-Amerika alsof hij dat geld heeft ontvangen. Maar hoe kan Bana het geld hebben ontvangen? Maar dat kan wel een stroomman. Een stroomman voel. Maar als er stukken zijn, dan moet dat toch kunnen uitwijzen. Ja. Want Bana is niet, indien het waar is, Bana is toch niet met een pistool of met een naar het ministerie gegaan, zeg, maak over op mijn rekening. Ja. Of s'avonds naar de bank gegaan aan een koerbal of een koevoet. Nee toch? Het geld, die 40 miljoen recu fraude, is toch ook ontdekt? Ja. Laat men dan publiceren, produceren, een stuk waaruit blijkt dat, ik ben bijna zijn naam vergeten hoor, meneer, zijn vader was Prem Chan, zo noemde hem, Prem, het geld heeft gehad. Ja? Dat is toch eenvoudig? Ja. En dan zeggen we, als die minister, meneer, zijn hier aan Oubar Singh, zijn aan mijn mattie toe, morgenochtend 10 miljoen wil storten dollar op mijn rekening, wat heb ik daarmee te maken? Maar hij moet wel aangeven waarom. Waarom? Want, ja? Waarom? Als ik het niet weet, nou een probleem. Want geld is gestort op een rekening van een bedelaar, toch? Een zwerver. Ja. Een miljoenen staan. Moet ik dat maar eens money bedelen. Ja. Dus men moet nu komen uitleggen. Ik. 8 miljoen dollar storten op de rekening van iemand zomaar.
Stroeman. Ik zie het niet gebeuren. Geloof er geen niks maar van. Maar dat vraag naar Pia Monide. Dat Pia Monide, want meneer, meneer Surab Khan zegt, de vader althans, zegt, hij wil het bewijs zien dat het op zijn rekening. Wat heeft hij niet gezien? Wij willen niet zien of het gestort is als dat op een rekening. Wij willen documenten zien of het ministerie de gelden daadwerkelijk heeft overgemaakt. Hoeveel, wanneer, waar en op wiens rekening. Ja. Dat. We moeten niet omgekeerd werken. En van dit Abana rekening. En de rechthebbende. De minister gemachtigd heeft. Om het op die rekening te storten, op welke rekening. Of Huis Asiana of noem maar op. Dan is het gestort. Dan is het gestort. Maar waarom houdt de minister, de regering, de president, meneer Moer Mohammed, oh, sorry hoor, Noer Mohammed. Noer Mohammed. Nee, sorry hoor minister dat ik je Moer noem, Noer. Noer, ja. Noer Mohammed moet toch komen uitleggen. Ja. Begrijp je? Leg uit. Taki. Want ze kunnen nu niet komen zeggen van de zaak is bij OM, we kunnen niet erover praten. Want meneer Noer Mohammed heeft de hele persconferentie gehouden. Ja. Dus eigenlijk moeten ze verder gaan nee, met... Nee, dat heeft niets te maken met OM. Ik OM doe een record. Hoe meer er gesproken wordt, hoe beter voor OM. Ja. Hoe meer informatie... Vrijkomen. Ja. Want zelf een blinde kip kan een korrel meepikken, toch? Ja. En dan zeg ik ook dat Amy Gadono bij Loek en zo. Ivallig. Bijvoorbeeld OC. OC, ano, universiteit jurist. Maar maak je aan toe, toch? Ja. Zo, allemaal kan je op chipje zijn. Fuyep APG. Ja, met dat doe. Eigenlijk moet je aan toe gaan aan APG. Ja, wat moet je doen? Alsjeblieft, de camera is van me. PG. We hebben elkaar een paar keer ontmoet. Ik ga u zeggen... U hebt carrière gemaakt. U bent niet uit de lucht komen vallen. Ik weet ook dat u niet uit een geweldige rijke familie bent. Na precies van mij, moet Boetkalo toe PG, u ook toe. Je hebt offers gebracht, je hebt gestudeerd, universiteit. Je hebt alles doorlopen. Je hebt naam en faam gemaakt. Je bent PG geworden, weet wat dat betekent, PG. En ik zeg, u hebt het verdiend, omdat ik ook met mensen om u heen heb gesproken. U hebt carrière. U hebt ouders. Of ze nog leven of niet, weet ik niet, PG. U hebt kinderen, u hebt broers, zuster, familieleden, u hebt een omgeving. En dat gaat u moeten koesteren. Dat gaat u moeten koesteren, PG. Niemand gaat het voor u doen. U gaat uw carrière, wat u met zweet en bloed hebt opgebouwd, moeten beschermen. En u kunt alleen dat doen door hard, consequent, volgens wet en regel, aan ieder aan te pakken, of het nou meneer Santokki is, of meneer Boutersen is, of meneer Wie, of meneer God. Er is een regel, er is een grondwet. Dat gaat u cachet geven. Dat gaat u charme bezorgen. Dat gaat maken dat u straks over 7 jaren, duurt niet lang, met opgeheven hoofd door dit land gaat moeten, hoe zal ik uw leven verder moeten doorbrengen. U komt, als u op een feestje komt, moet men uw handje gaan geven. Een tori, een beetje lachen, een beetje plezier hebben. Het is niet prettig als iemand u in de supermarkt ziet, de neus optrekt en zegt, Luca, afvervoervrouw. Of onasmadis, of nadit. Het zijn geen prettige dingen. U leeft niet 100 jaren. U hebt een afgegrendeld bepaalde periode om te leven, doet u het goed. Als meneer Pan American het goed heeft gedaan, dan moet dat blijken.
als meneer Noor Mohammed, ja, Latijntjes vertelt, of de president, laat ze dat ook, laat het volk dat ook lezen en weten. En meet u niet met twee maten. Want ik heb maar bij na kablaka voeren aan het voeren. Doet u dat? Gelooft u mij? No trouwe i carrière, no pori libi om een paar dieven, boeven, patschakker in dit land te beschermen. Met biggie. Je verdient het om daar te zijn, maar laat anderen u niet misbruiken, gebruiken ten eigen faveur. Ik hoop dat u dat begrijpt en het komt uit mijn hart. Iemand zegt hier, real talk. Iemand zegt hier, real talk. Ja, dat is toch. Dank u wel, meneer Duque. Heeft tenminste iemand met de PG gesproken? Ja, duidelijk ook. Ik denk dat mensen, wanneer ze zaken knippen, dit moeten knippen en publiceren. Hmm. Want dit is van hart tot hart. Ja. Thank you. Dank u, meneer Duque. En zo hebben wij gesproken met... Dit is een optie, alas, zo'n optie, primair. Nou, primair, nou, dat eerste was dat je zei. Dank u wel. En zo hebben wij gesproken met meneer Duque hier. In zijn huiskamer nog erbij. Over enkele zaken over Nikere. En hij heeft geëindigd met een oproep naar de procureur-generaal. We zijn in Nikere. En geloof me, we hebben hard gewerkt vandaag. De hele dag hier en daar en overal. Maar dat ding is, het is onze passie. En we houden ervan. Dus we genieten ervan wanneer we mensen kunnen spreken. En dat is fijn. Roberto Orfskerk. De beste collega die ik ooit heb gehad. Ik ben Gerald Hadro, werkt het zo.